Welkom bij het Nationaal Export Event 2021. Mijn naam is Misha German, ik ben van Evo Veenindex. Ik ben vandaag de vloer opgegaan om op zoek te gaan naar doorgewinterde exporteurs die met ons hun anekdote zullen delen van 2021. Ze vertellen ons hun grote succesverhalen, ze vertellen ons hun grootste blunders en falen van het jaar en ze geven ons tips voor het komende jaar. Dus heel veel plezier met de anekdote van de ondernemer. Diederik, welkom. Ja, dankjewel. Uh, Diederik, vertel, jij, jij zit al lang in het exportvak, toch? Ja, wij uh, zitten al, uh, al een aantal jaren in het, in het exportvak, ja. En uh, wat exporteren jullie precies? Wij exporteren gebruikte melkmachines en melkkoeltanks. Dus wij kopen hier voornamelijk in Europa, maar ook al in de landen, uh, of sorry, in Nederland, maar ook al in de landen rondom Nederland kopen wij uh, gebruikte melkinslaatjes in. Dus het is installaties okay. waar koeien mee gemolken worden. En uh, melkkoeltanks. En dat we, uh, exporteren we in principe wereldwijd. Oké, okay. wat voor landen moeten we dan aan denken? Nou, dat varieert van Oost-Europese landen als, als, als Kazachstan, de Oekraïne, uh, uh, West-Europese landen, Ierland gaat op dit moment goed, Spanje, uh, Afrika, dan moet je denken aan, aan Kenia en Oeganda, Zimbabwe hebben we ook al geweest. Ja. Dat is even heel kort in de notendop waar het, waar het zo allemaal naartoe gaat. Nou ja, top, dankjewel voor die intro. Hey, en, uh... Vertel, wat is jouw grootste succes van 2021 wat de export betreft? grootste succes? Um, nou, ik, ik weet niet of het per se mijn grootste succes is, maar het was wel een, heel, een, een, een bijzondere uh, export voor ons. Um, wij exporteren tanks, mm -hmm. maar uh, die gaan steeds meer, ook vinden die hun weg in andere toepassingen. En wij hebben nu een partij tanks geëxporteerd naar uh, Marokko voor een Nederlandse granalenverwerker. Het okay. is een totaal andere uh, toepassing dan, dan mijn eigen vakgebied. Maar ja, dat maakt het wel bijzonder en was ook wel leuk. En wat doet hij ermee dan? Ja, die kanalen die worden gevangen en die moeten gepeld worden. En die worden dan behandeld met een of andere speciale oplossing. Uh, en, en die oplossing wordt dan in die cooltanks uh, wordt, die, wordt, die, wordt die bewaard. En dan worden die kanalen dan weer mee, mee behandeld. Ja, het is toch bijzonder? Je hoort wat meer, hè? vooral in deze tijden, in de coronatijden, dat er opeens andere toepassingen gevonden worden, andere klanten. Ja. En, 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 hoe zijn deze mensen bij jullie terechtgekomen? Uh, ja, uiteindelijk toch wel via onze website. Oké. Okay. Ja. Dus het, het, het gros uh, van de klanten komt bij ons via internet, uh, vindt ons via internet, via de website. En uh, wat is je geheim dan? Hoe ben je zo goed vindbaar online? Nou, uh, ja, het, het internet is gewoon zo verschrikkelijk belangrijk. Daar moet je als ondernemer, in, in in mijn geval als handelsonderneming, echt in investeren. Dat, dat, daar was ik wel van onderdrongen en daar hebben we ook echt op ingezet. Nog veel meer dan uh, buitenlandse beurzen. Daar ben ik op een gegeven moment een beetje van teruggekomen. Dat deden we in okay. het verleden ook wel. Um, en toen had ik bedacht: van ja, ik vond het effect van die beurzen vond ik niet altijd, uh, je van het En toen, um, ja, ik denk, ja, internet is, alles draait om internet. En, en, en als je zorgt dat je daar goed gevonden wordt, dan, dan ben ik ook man. En komen de klanten vanzelf. Nou ja, dan, dan, dan komen klanten wel, wel makkelijker naar je toe. Dus je hoeft niet meer die inspanningen te verrichten. door de, de hele wereld af te reizen. Om, om, om klanten te gaan vinden. Nee, de klanten vinden jou. Oké. Okay. En dat kost, je, dat kost je minder energie. En, en het, het geld wat ik in het verleden in die beurzen stak. investeer ik nu voor een groot gedeelte in het internet. Nee, maar je gaat nog wel naar beurzen. Of? Voornamelijk als bezoeker. Ja, okay. dat doe ik nog steeds graag. En uh, je kunt wel goed netwerken op beurzen. Maar dan heb ik dan als bezoeker. Heb ik dan veel meer ruimte voor dan dat ik. Een hele week op mijn eigen stand moet, uh, moet staan. Ah, interessante strategie. Oké. Okay. Ik denk zeker ook iets dat andere exporteurs wel over nadenken op dit moment. Beurs zijn natuurlijk moeilijker te bezoeken nu ook. Ja. Dus je gaat ook andere wegen zoeken om, uh, ja, om succes te behalen. Ja, internet lijkt heel voorhand liggend, maar het is ook ergens <laughs> zo'n groot monsterproject. Je kan zo verschillende dingen doen. Eén kant vindbaarheid, maar ook ga je je winkeltje inrichten? Ga je direct uh, verkopen of ga je daar toch een tussenpersoon tussen zetten? Uh, hoe heb je focus aangebracht op on online verkoop of online vindbaarheid? Nou, ja, specialist inschakelen. Ik, ik zeg altijd: uh, 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 alles waar je, waar je niet goed in bent, dan moet je er andere mensen laten doen die daar wel goed in zijn. <laughs> ja. En ja, in dit geval uh, heb ik daar ook uh, een gespecialiseerd uh, bedrijf voor ingeschakeld. En ja, die, die weten alles van internet en hoe dat je zo goed mogelijk gevonden wordt, uh, en, en zorgen dat je bovenaan komt. Want daar draait het om: hè? dat je op internet, als iemand uh, iets, een, een, een zoekwoord ingeeft, uh, dat hij mij dan meteen vindt. En nou ja, goed, dat bedrijf heeft het helemaal uitgedokterd. En, uh, en daar zijn ze, die draaien ook constant aan de knoppen. Je moet er, je moet er constant mee bezig blijven. Oh, het is niet iets dat je ooit voor betaalt en het werkt. Het is iets wat continu wordt geüpdateerd. Nee, blijft... ik, 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 ik geloof ook dat je als je in internet. Dat je, dat je constant moet blijven werken aan, aan, aan je vindbaarheid, je presentatie. Um, ja, de, je, je gaat jezelf op een andere manier verkopen dan. dan dat je dat op een beurs doet of 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 het uh... is een ander medium hè? je hebt niemand voor je, je ja, een beeldscherm en dan voor moet, je dan, je. moet ja. je dan moet je dan moet je wel mee leren omgaan dus ook uh, het is het is niet ja dan dan komen begrippen als storytelling komen dan om de hoek oh, ja. en en uh, een vijf minuten pitch en, en noem het allemaal maar op ja ik, ik ik vind dat wel leuk en ik heb daar uh, ook een hele uh, cursus of die loopt eigenlijk nog met met, met een aantal andere ondernemers Um, ja, dan ga je daar anders naar kijken. Dat, dat, is, dat is niet mijn dagelijkse uh, wereld, zeg maar. Uh, ik heb daarin, ben daar geen expert in, maar ik vind het wel leuk. En dan kom je er ook al achter dat, ja, dat het ook wel, wel uh, op een heel andere manier kan. Dat is ook wel een eye-opener, hoe je op, op die manier met, met klanten om moet gaan en, en uh, moet, moet benaderen. Ja, je moet ook durven. Ja. ja, nou ja, ik vind het wel een uitdaging. Daarom zit ik ook hier. Ja, leuk man. Ja. En over uitdaging gesproken, wat was van het afgelopen jaar jouw grootste exportuitdaging? Mijn grootste exportuitdaging? Um, ja, het is iedere keer eigenlijk wel weer uitdagend als, als, er een, als, er een nieuw, als er een nieuwe order of klant om de hoek komt kijken. Vooral ook omdat je iedere keer toch weer met, met, met andere landen te maken hebt, met, met andere klanten, andere bestellingen. En, en daar komt er ook zoveel bij kijken als je exporteert. Je hebt met de cultuur te maken. Je hebt met, 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 nou ja, sowieso met mensen te maken natuurlijk. Uh, met wet- en regelgeving. Uh, ja, wat, wat, wat nu op dit moment wel een grote uitdaging is, is transport. Hm. Het is, uh, transport is veel moeilijker te krijgen. Ik, ik heb al meegemaakt dat als wij transport aanvragen over land... dat, dat een transporteur zegt, van, nou, dat kan niet, doen we niet. Uh, nou, dat heb ik nog nooit meegemaakt. Uh, containers, uh, die natuurlijk die, die, die uh, verschrikkelijk duur geworden uh, zijn en die uh, er heel lang over doen om op plaats van, van bestemming te komen. Dus dat, dat is op dit moment wel een, een, een uitdaging. Uh, ja. ja. En hoe ga je ermee om dan? Ja, veel geduld hebben. Ja. ja dat is eigenlijk wel uh, een <laughs> vlakke mee. Uh, en, en, ja, en, en dan uh, de klanten die moeten daar ook. Uh, want zo'n klant financiert alles voor. En dan duurt het vervolgens maanden voordat hij zijn spullen krijgt. Ja, dat is natuurlijk best lastig. En als er iedere keer weer obstakels zijn. en je denkt van nou, nou is die container aangekomen. en ze kunnen hem uit gaan klaren. en vervolgens uh, is er weer iets uh, waar. Uh, ja, een hommel die genomen moet worden, dat, dat, is, dat is wel eens, wel eens lastig. Doe we denken aan een uitspraak, dat is van een collega-experteur van jou. Dat is een van de eigenaren van Fruitfunk. Ja, maakt even niet uit. Dat zijn zeg maar een soort van gezonde uh, suikervrije snoepjes voor kids. En die zei, geduld duurt zo lang als dat je portemonnee diep is. Ja, daar zit denk ik wel een kern van waarheid in. Ja, ja dat, 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 dat geloof ik ook wel, ja. ja. En wat zou dan, denk je, nu kijken naar 2022... Eh, stel je zou nu een andere exporteur tegenover je hebben, en je mocht die persoon één tip geven, één ding meegeven voor het volgend jaar, wat zou je collega's adviseren? Um, nou, ik, 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 ik zorg dat je investeert in, in je netwerk. Hm. Ik denk dat dat wel een, een hele belangrijke is. Je, je kunt nooit genoeg mensen kennen en dat, dat kan je zoveel verder helpen. Dat, dat denk ik dat dat het belangrijkste uh, tip is. En als ik er nog eentje aan toe mag voegen, uh, uh, ja, zeker als je met, met, met landen zaken doet, bijvoorbeeld in, in Afrika, waar het er vaak allemaal heel anders aan toe gaat dan hier in West-Europa, uh, doe je huiswerk van tevoren. En, en, en zorg dat je, dat je weet van, uh, dat je wat meer achtergrondinformatie hebt over de partij met wie je zaken doet en over het betalingsverkeer. Uh, uh, dat, 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 dat is ook een advies, denk ik. Waardevol advies. Die ik ontzettend bedankt Ook voor. Ook weer spontaan ontmoet ik. Ja. Want je had weinig voorbereidingstijd. Uh, <laughs> ik vond het een heel leuk gesprek, en ik hoop je nog een keer op korte termijn te kunnen okay. spreken. Mooi. Dankjewel. Ja, jij bedankt. Ja.